Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, maandag 12 juli. Vandaag in het journaal nemen wij u mee naar het drukke vaccinatieweekend en naar de launch van het Sinopharm-vaccin, welke vandaag plaatsvond op het terrein van POC. Luku zonder een vaccinatie, ik kan go in je pressie en ik kan kon kies besmetting. Je jaren overigens, de maatak ik was zo voorzichtig. Maar ik ging nergens min op, ik moet ooit niet zo. Maar zei je, de schrijf mandat kon ziek en ze vragen zich af, hoe ben ik ziek geworden? Na mijn buurman bij Abeng, een vrouw in een winkel bij Abeng. Dus goed eerlijk, als je rustig wil leven, als je zonder stress wil, dat min op mijn go drapen, ga ik ziek worden. Nou, wat zou je moeten doen? En dat na vaccineer. Afgelopen zaterdag en zondag werden burgers in de gelegenheid gesteld zich te laten vaccineren. De mobiele unit koos ervoor om Wakapassi bij de Palmetuin te gebruiken als vaccinatiepost. Dr. Nathaniel Filemon, coördinator van de mobiele unit, zegt gekozen te hebben voor deze locatie omdat gebleken is dat heel wat jongeren langskomen en zij dan de gelegenheid krijgen zich te laten vaccineren. Zaterdag alleen zijn er 175 mensen gevaccineerd, waaronder heel veel jongeren. Wakapassi, waar zijn we nog niet geweest, zou ik zeggen. We zijn overal een beetje geweest. Wakapassi is een hele populaire, drukke plek waarbij heel veel mensen langskomen. Vooral de jongeren, die we ook heel veel missen bij de verschillende vaccinatieplekken. En handig dat zij dan al eenmaal hier zijn en wij dan op dezelfde plek staan om ze te vaccineren. Het is zaterdag begonnen en we hebben pakweg 175 mensen gehad, waaronder een aantal jongeren. Een behoorlijk aantal die daar langs liepen. Anderen hebben we terwijl ze langs liepen gesproken en ze zijn komen vaccineren. Anderen zijn hun mensen gaan bellen en roepen om ook te komen vaccineren. En ik verwacht ook dat er vandaag x aantal jongeren zullen komen om zich te vaccineren. Wel, we hebben gezien wat COVID doet met mensen om ons heen. En thuis bij ons, mijn echtgenoot, die behoort tot een van de risicogroepen. En dat is echt zo. Vandaar dus dat ik ervoor heb gekozen om me ook te laten vaccineren. Ik heb respect voor het leven. We willen graag leven. En als je ziet wat COVID doet met mensen om ons heen, met ons, met mijn medemens, heeft dat me ertoe gemotiveerd om me te laten vaccineren. Ja, om beschermd te zijn. We willen weer naar het normaal. Lieve. Nou, we hebben geloof in het vaccin. We zien de gevolgen van COVID om ons heen. We zijn een paar keer in het ziekenhuis geweest. Voor andere redenen hebben we heel veel mensen gezien. In je directe omgeving, ook in mijn bedrijven, hebben we te maken gehad met COVID. We hebben de gevolgen daarvan gezien. Mensen die op het eerste gezicht heel gezond, sterk en groot zijn, die hebben toch COVID gehad. Met alle gevolgen van dien. 3 tot 4 weken thuis, met heel veel klachten. COVID bestaat. En dat is de reden voor ons waarom we hebben gezegd, we laten ons vaccineren. Omdat ik naar het buitenland straks ga dus, en ik moet gevaccineerd zijn, anders moet ik 10 dagen in quarantaine blijven. En dus ga ik verder naar school. Komen jullie dat prikje halen? Het is alleen maar om weer naar het normaal te gaan en een gezonde bevolking te hebben. Zodat we het land kunnen opbouwen. Dus dit is mijn tweede prik. En bij de eerste prik was het niks spectaculairs, gewoon milde symptomen. En ook nu heb ik niks gevoeld. Ik zou zeggen, laat je niet afschrikken door allerlei verhalen. Doe zelf je onderzoek en maak dan een bewuste keus. Niemand kan je dwingen om een vaccin te nemen, maar het is wel de moeite waard om er goed over na te denken en dan een keus te maken. Volgens dokter Filemon verloopt de vaccinatie vlot. Hij is wel teleurgesteld in de bereidwilligheid van mensen om zich te laten vaccineren. Maar hij verwacht de komende 2 weken een enorme drukte wanneer er overgegaan zal worden tot het toedienen van het tweede prikje met AstraZeneca. Momenteel zijn er 171.682 burgers voorzien van hun eerste prik. De campagne zelf verloopt goed. Wat ik wel mis is de bereidwilligheid van een heleboel van onze Surinamers nog. We zijn nog niet op de helft van het aantal mensen. Maar je merkt dat we een soort van plateau hebben bereikt en zelf behoorlijk minder dan we eerder deden. En de komende 2 weken gaan we dan in de tweede fase waarbij we dan
die grote groepen eerste prikkers die we toen hadden gehad, hun tweede prik moeten toedienen. Dus het kan weer heel druk gaan worden met de tweede prikkers. Dus de eerste prikkers kunnen zich vooral nu, de komende week, haasten om dat te doen. Want het gaat daarna weer een beetje druk worden. Ook in Grand Blue Café aan de Frederik Derbystraat werden in samenwerking met de mobiele unit van PCS burgers gevaccineerd. Onder het genot van een aanwezige DJ uiteraard werden burgers in de gelegenheid gesteld zich te laten vaccineren. Kathleen Amatrejo is allrounder binnen het café en ze zegt dat het initiatief komt om de mensen en vooral de bezoekers van het café te motiveren zich te laten vaccineren. Want op een gegeven moment mag je het café niet betreden als je niet gevaccineerd bent. Ook zuster Nirmala van PCS vertelt aan het COVID-journaal waarom er voor deze locatie is gekozen. We willen eigenlijk de gemeenschap motiveren om te vaccineren, omdat wij streven naar een normale leven. Want we zijn al bijna 2 jaar niet normaal. We functioneren niet normaal als het ware. Dus vandaar we de mobiele unit hebben uitgenodigd, dus als het ware, om hier te houden. Waarschijnlijk gaan we dan aangeven dat ze een vaccinatiebewijs moeten tonen. Om dan het weggebouwd toe te drieden. Oké, we zijn benaderd door de eigenaar van Blue Bar, Blue Grand Casino Café. Hij gaf aan dat hij een behoorlijk bestand heeft, zijn klantenbestand. En hij zou graag die mensen willen vaccineren. En ons dan gevraagd of wij dat hier kunnen doen. Dus vandaar dat we vandaag hier zijn, om ook in een andere sfeer de mensen te kunnen vaccineren. Wat in principe een soft launch moest zijn, bleek achteraf meer dan een succes te zijn geworden tijdens de launch van het Sinopharm-vaccin in POC. Waar er 100 vooraf geregistreerde personen geprikt moesten worden op de eerste dag, werden uiteindelijk 515 mensen gevaccineerd met het Sinopharm-vaccin. En op de tweede dag liep het storm. Al heel vroeg verzamelden honderden personen, overwegend Chinezen, zich voor de poorten van POC. Waar er gerekend werd op 200 personen, werden dat uiteindelijk meer dan 2500 die werden gevaccineerd. Het is niet toch een succes geworden. Het is een heel groot succes geworden. Wij hadden in de bedoeling, ons plan was in feite zaterdag 50 mensen te vaccineren en kijken hoe dat gaat met de flow. En zondag ongeveer 200 mensen te doen. Wel, het is het tienvoudige daarvan geworden. Want we hebben zaterdag 515 mensen gevaccineerd. En zondag 2575 mensen gevaccineerd. Dus het was eigenlijk een soft launch, maar het is gewoon een hard launch geworden. Belangrijk is, we hebben gezien dat het team het aan kan. Die logistiek is in place, die organisatie is in place. Dit team is ready om deze komende tijd Sinopharm vaccinaties toe te dienen aan iedereen die dat wil hebben. En we kunnen dat op een veilige manier doen, heel snel door het proces heen. We hebben wel overgrote deel Chinezen gehad en dat heeft een beetje een logistieke redenen. Die groep was van tevoren al geregistreerd. We wilden niet met walk-ins werken, dus we hebben gevraagd aan de organisatie, stuur 200 mensen voor ons, stuur 50 mensen voor ons. Maar ja, als ze eenmaal hier zijn, je weet hoe het gaat in Suriname, wordt gebeld, geappt van ja, kom, je mag toch even komen en we gaan de mensen niet wegsturen. Dus iedereen die hier was, hebben geholpen gisteren en eergisteren. En het is een groot succes geworden. En vandaag de grote dag, de officiële launch van het Sinopharm vaccin. Tijdens de launch waren aanwezig de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien, parlementariërs Reshma Mangre en Rui Wang. Wij voeren u nu mee naar dit moment. Thank you.
In zijn toespraak bedankte onze gezondheidsminister Ramadine de Volksrepubliek China nog eens voor de donatie van 100.000 doses Sinopharm-vaccin. Ook een woord van dank ging uit naar de vrijwilligers, het vaccinatieteam en de doktoren die er steeds weer bij zijn om mensen te vaccineren. First of all, I would like to thank the Republic of China for this donation to Suriname. Because of this donation, we are able to set up this and reach more people to get vaccinated. As for now, today we have 212,800 people who has been vaccinated in Suriname. But because of this donation, we can upgrade this to 50,000 more. So thank you once more. Can I have an applause for the Republic of China and our Chinese friends? Mag ik ook een applaus voor u die hier staat, die vandaag besloten heeft, maar ook ingezien heeft dat vaccins tegen COVID-19 de enige oplossing zijn. De heer Wang zei net, ik heb gezegd, vaccinatie brengt normalisatie. Dat is het niet. Vaccinatie geeft die bescherming. En als we genoeg bescherming hebben, dan kunnen we normaliseren. Dus het is belangrijk dat niet alleen 10 mensen komen vaccineren, maar een behoorlijk deel van de populatie, van de samenleving, kan vaccineren, zodat we die bescherming hebben en daarmee genoeg cijfers hebben om te zeggen, we gaan normaliseren. Dus mag ik een applaus voor deze groep, maar ook de groep die net weekend is geweest, om zich te laten vaccineren. Er zijn heel veel mensen die hebben gewacht op Sinopharm, dat weten we. Het vaccin is hier al 2 weken. We weten ook dat wij zaken goed moeten voorbereiden, willen we iets gaan geven. En als we niet genoeg informatie hebben, dan vragen we het. En thank you for the cooperation for the Republic of China to give us all the documentation about the vaccine, so that we can start on a safe way and to be sure that our vaccines will reach the population and give the demanded coverage. Wat ik wil zeggen, het is een teamwerk. Ik ben gewend, ik ben niet anders gewend van NCT en van de vrijwilligers en van het team hier aan doktoren, verpleegkundigen en andere vrijwilligers dat ze uitstekend werk voor ons verrichten. Daardoor hebben we ook vandaag 212.000 mensen al kunnen vaccineren. Dus ik wil een speciaal applaus voor het team van Dr. Kwame van der Hils en alle andere vrijwilligers. Vandaag is het applausdag hoor mensen, dus we gaan applaus blijven geven. Ik sprak zojuist met een topfunctionaris van Nederland en hij me aangegeven, minister, wat we hier zien in Nederland is ongekend. Delta variant neemt over in Nederland en we waren niet op voorbereid. We dachten dat we het al onder controle hadden, maar vandaag is er weer een spoedoverleg. Dus ook in landen waar je al ziet dat er een groot deel is gevaccineerd, komen varianten opduiken met de nodige problemen. Wij moeten met z'n allen proberen alvast de bescherming te brengen voor Suriname, de bescherming te geven aan onze samenleving, onze kinderen, dat we niet weer te maken krijgen met de 4e golf. We zitten nog in die 3e golf, weliswaar wordt het een beetje minder. Ook het vaccineren helpt daarbij, dat we geen toename zien. Maar laten we hopen en laten we kijken. Ik heb al begrepen dat er bijkans 3000 mensen zijn gevaccineerd in het afgelopen weekend hier. En alles is goed gegaan. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen die daar staat, iedereen die buiten staat, vandaag ook een vaccin krijgt. En zo lang mogelijk en zoveel mogelijk mensen ook dankbaar gebruik moet kunnen maken van deze donatie uit China. Waarnemend ambassadeur Ren Yisheng zegt zeer content te zijn met de professionele aanpak bij het vaccinatieproject, als ook de medewerking van de vele vrijwilligers. Met de schenking van het Sinopharm-vaccin wordt nog eens de goede relatie benadrukt tussen de Volksrepubliek China en Suriname.
Vele lokale Chinezen hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid zich te laten vaccineren met het Sinopharm-vaccin. I'm very glad that the vaccines assisted by China can contribute to the fight against epidemic in Suriname, and which is important example of the friendship and the friendly relations between China and Suriname. You can find that the organization of vaccination here very professional and attentive, and many volunteers provide service to all of the people. I want to pay my respects to them. And a lot of local Chinese are actively vaccinated, which will increase the vaccination rate in Suriname as a whole, the whole society. And you can see many Surinamese come here to vaccinated the Chinese vaccines. I'm so happy, and I believe that under the President Santoki, his leadership, Suriname can form an immune barrier and overcome the epidemic and recover its economy as soon as possible. Thank you very much. Tot zover dan voor vandaag het COVID-19 journaal. We blijven het nu benadrukken. Het ligt aan ons. Eigen verantwoordelijkheid. Het ligt allemaal aan ons als wij terug willen naar weer een normaal leven. We zien intussen dat vele mensen die gekant waren tegen het vaccineren zich nu wel laten vaccineren. Daarover volgende keer meer. Goedenavond.